Professor Gloria Wekker, cultureel antropoloog, heeft afgelopen zaterdag een lezing gehouden onder de titel Ik ben een gouden munt. Deze lezing ging over het onderzoek dat Wekker heeft gedaan naar het Afro-Surinaams seksueel erfgoed onder volksklasse vrouwen, bekend onder de naam Mattiewerk. Volgens Wekker heeft zij dit onderzoek gedaan omdat ze op zoek was naar de cultuur van haar moeder, die kwam uit de volksklasse. Wekker gaat in op het boek Politics of Passion, dat aangeeft dat vrouwen een gouden munt zijn. Maar toen besloot ik dat ik weer terug naar de universiteit wilde en dat ik wilde promoveren en wilde bestuderen hoe die Creoolse volksklassecultuur eruit zag. En ik was met name heel erg geïnteresseerd in de seksuele kant van die cultuur. Dus The Politics of Passion is een etnografie van Afro-Surinaamse volksklassecultuur. Volgens de inleidster heeft zij met dit boek Suriname op de internationale kaart geplaatst. Zij zelf heeft een prestigieuze prijs gewonnen in Amerika. Tijdens haar onderzoek heeft Wekker 1,5 jaar in Suriname gewoond. Ze heeft toen van alles gedaan om haar leven te delen met 25 vrouwen die varieerden in de leeftijdsklasse 23 tot 84 jaar. De schrijfster heeft in die periode veel geleerd over de Surinaamse cultuur. De cultureel antropoloog heeft met alles meegedaan om te komen tot dit resultaat, een internationaal boek. Ik deed dus alles met hun mee wat zij deden. Of het was stratenvegen. Ik heb als hulpje van een bonoevrouw gefungeerd. Ik heb op de markt gezeten, groenten verkocht. Ik heb kranten en tijdschriften verkocht. Wat toen heel populair was, was het tijdschrift Intiem, waar ik ook zeer van gesmuld heb. Dus ik had het heel erg druk. Ik bracht een aantal uren per dag met die vrouwen door. Dus dat die onderzoeksmethode heet participerende observatie. Hè? Dus dat je meedoet en dat je tegelijkertijd kijkt. Professor Gloria Wekker, cultureel antropoloog. Zij heeft afgelopen zaterdag een lezing gehouden in het Koto Museum over haar boek Politics of Passion.